Een nieuwe video. Vandaag laat ik allemaal leuke DIY's zien voor je kamer. Dus room decor DIY's en allemaal speciaal voor de herfst. Ik heb even spullen ingeslagen bij de Action en bij de Xenos. Maar ik ben ook, zoals je hiervoor hebt kunnen zien, in het bos geweest. Daar heb ik allemaal leuke takjes gevonden en boomschors en al die herfstachtige dingetjes. En het was super leuk. Het was een super leuke middag. En ja, het is gewoon in de natuur. En je hoort er niemand, alleen de vogeltjes. En het is gewoon heel erg leuk en fijn. Dus ik raad iedereen aan om ook even het bos in te gaan. Voordat je allemaal dingen gaat kopen bij de Action. En het is gratis in het bos. Maar ja, nou kan ik begrijpen als je geen bos in je buurt hebt. Dus je kan ook gewoon naar de Action gaan. En naar de Xenos om allerlei leuke dingetjes te vinden. En ja, nou ja, ben je benieuwd wat ik ga maken? Blijf dan vooral kijken. De eerste do-it-yourself is super simpel. Het enige wat je hoeft te doen is een stompkaars te pakken en daar kaneelstokjes omheen plakken. Dit doe ik met lijmpistool, omdat dat gewoon heel erg goed blijft zitten en heel erg snel droogt. Hieromheen kan je nog ter versiering een schattig lintje doen. Ik gebruik hier een stukje kant. En ja, het ziet er gewoon heel erg schattig uit. DIY 2 is ook echt super simpel. Dit is meer een ideetje. En dit zijn nep takjes van de Action. En hierbij doe ik nog wat echte takjes voor, ja, de leukheid. Bij de derde do-it-yourself doe ik eigenlijk allemaal takjes, mos en dennenappels die ik in de bos heb gevonden in een mason jar. Dit geeft een superleuk effect. En als jij geen bos in de buurt hebt, kan je mos ook gewoon vinden bij de Action in zo'n plastic zakje. Dit soort lijstjes zijn nu heel erg in de mode en deze heb ik gewoon bij de Action gevonden. En wat ik heb gedaan is het plastic velletje eruit gehaald en daar een mooi blad voor in de plaats gedaan. En het ziet er ook echt heel erg mooi uit. Bij deze DIY plak ik allemaal een soort van eikeltjes zijn het. Rondom een lijstje en deze heb ik ook gewoon bij de Action gevonden. Ook dit geeft een super herfstig effect en je kan ook gewoon het plaatje in het lijstje vervangen. Alleen ik vond dit plaatje eigenlijk wel leuk. Dit is gewoon een kwestie van tekenen en ja, gewoon een mooi patroontje op een steen tekenen. Iedereen kan het wel. Dit zijn de welbekende oogjes van de Urban Outfitters en deze kan je ook gewoon super simpel zelf maken. Ik heb het op een kussensloopje getekend en niet het hele kussensloopje heb ik gedaan omdat ik dit net iets
ja, leuker vind staan. Dan waren dit alle DIY's. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden. Als jullie ze leuk vonden, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneren mag ook altijd. Dat is gratis. En dan blijf je up-to-date van al mijn nieuwe video's. En ja, van dit soort, nog meer dit soort video's. Ja, dan was dit het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!